Oké, we hebben nou onze divjes aangemaakt, we hebben er wat tekstjes in gezet. We moeten nou die maten gaan meten. En zoals ik al zei, als je je verplaatstool in Photoshop aanzet, je hebt je linealen op pixel staan. Als je lineaal nog niet hebt staan, Ctrl-R of Command-R kun je ze aan- en uitzetten. Ja, dan gaan we dus Ctrl of Command voor de Mac-gebruikers klikken in het vlak wat je wil gaan meten. Je ziet dat de laag is geselecteerd. Je klikt dan vervolgens met Ctrl of Command voor Mac-gebruikers op dit vlak. Dus niet hier, maar hier zo. En je ziet dat er een selectie is en we gaan het informatie button even tonen. En die kun je hier bij Windows of schermen vinden. Je hebt er ook een snelkoppeling voor, F8. En je ziet hier dus de breedte, width, en de hoogte. Nou, breedte is dus 277. En ik wissel heel snel altijd tussen die programma's met Alt-Tab. Dat werkt voor Mac en voor PC volgens mij hetzelfde. Dus 277. Even kijken, zo. En we gaan naar onze stylesheet. En we gaan dus bij logo een breedte aangeven. Nou, ga achter het gekrulde hekje staan of acculade. Ik ga het nou vanaf nu gewoon acculade noemen, want zo is ook gewoon de officiële naam ervan. En ik druk op enter. Dan zie je dus dat Dreamweaver al enthousiast wordt, want die zegt van: hey, wil je wat eigenschappen eraan geven? Zeg ik ja, ik wil een breedte aangeven. En breedte in het Engels is width. W-I. Nou, als je niet precies weet hoe je het moet typen, kun je gewoon met pijltjes omhoog en omlaag. Totdat je bij width komt, druk je op enter. En dan geeft hij drie opties aan: auto, inherited of important. Daar doen we allemaal niks mee. We gaan er gewoon een maat invoeren. Zoals we al bij het vorige filmpje hebben gedaan: 277 px pixels. Nou, weer terug. Hoogte is dus 158 pixels. Dus weer terug. Volgende regel: height. 158. En je ziet gewoon dat ik dat heel snel typ, omdat ik gewoon als je het goede woord al in het lijstje selecteert en ik druk dan op enter, dan vult hij het voor mij verder zelf aan. Dus dan schiet het ineens op dat in die stylesheet. Maar dat is dus waarom. Je kunt het ook volledig uittypen als je dat fijn vindt, maar ik ben van het makkelijke, zullen we zeggen. Dit programma dat biedt die optie, dus waarom zou je er geen gebruik van maken? Background color willen we gaan doen. En die zit hier, background color. En kies gewoon een kleurtje, maakt niet uit wat het is. Ik ga altijd gewoon, pak gewoon random een kleurtje, dus gewoon willekeurig. Altijd afsluiten met die puntkomma's. Als je dat niet doet, gaat het helemaal fout. Dat heb ik ook al aangegeven. En we gaan nou de hoofdnavigatie gaan we meten. Even kijken, weer even de verplaatstoel. Ctrl inhouden, klikken. Vervolgens hierin klikken. Ah, ik heb hem voor de hele breedte gepakt. Dat hoeft voor mij niet. Want hij is eigenlijk. Hoe breed is die? Hij is eigenlijk zo breed. Dus eigenlijk moet ik die even een beetje aanpassen, want hij is nu eigenlijk te breed. Even kijken. Ctrl-T. En dat was volgens mij tot aan deze. Enter. Even checken. Ja, tot zover komt hij. Dus dan kan ik deze weer opmeten. Deze is 550 pixels breed en 45 hoog. Ik hoop dat ik dat kan onthouden. Kort, mijn geheugen is niet wat het was geweest. Even kijken, width 550. En ik ben het alweer vergeten. Even kijken, volgens mij 185, volgens mij. 85 pixels. Even kijken, 85 pixels. Nog niet eens in de buurt. 45 pixels. Oké. Je kunt ook gewoon een kladblokje langs jou, hè? Dan
Het is misschien wel makkelijk, dan kun je snel wat opschrijven. Hoef je het ook niet je korte termijn geheugen te torturen om die nummers te onthouden. Even kijken, weer een kleurtje kiezen. Pak deze kleur. En je ziet hier aan de rechterkant al dat er behoorlijk wat gaat veranderen. Er zit al een logo vlak in. Nou, de navigatie die heeft ook al een hoogte en een breedte gekregen. En een kleurtje. Even kijken. We hebben hier een grote intro tekst. En dit is eigenlijk, voor elk ding is het precies dezelfde routine, zullen we zeggen. Je gaat gewoon klikken. Beetje verplaatstoel. Opmeten. Nou, weer hier in de laag klikken, op dat vlakje. 550 pixels. Nou, dat is hetzelfde als deze. Dus even kopiëren en plakken. En de hoogte was, even kijken, 192. 192. Height. 192 pixels. En background color. En zo'n kleurpaletje is hartstikke handig om even snel wat kleurtjes erin te voegen. Kijk, deze kleur. En dan gaan we naar de volgende toe, filmpje. Nou, dit systeem werkt perfect, want het gaat super snel. 390. Ik ga hier ook een beetje wat sneller doorheen nou, want anders wordt het een heel lang filmpje. Dus 390. Height. Kijken, dat is 220. Pixels, background, color, rood, twee kolommen tekst, even kijken, width, even kijken, dat is deze, 950, oh wacht, ik heb numpad niet aanstaan, even kijken. 59, oh, niet te veel. 59 pixels. Height. 184 pixels. Background color. Oh. Stel dat je zoiets als dit gebeurt, dan doe ik hem gewoon delete tot ik weer achter die punt comma ga staan. Als je dan weer op enter duwt, dan gaat hij weer gegevens aangeven. Even kijken, color. Een beetje bruin. Even kijken. Ja. 1/3 kolom. Height. 90 pixels, background color. Ja, dit is elke keer even hetzelfde en je ziet zo meteen dus wat het resultaat oplevert. Het is eigenlijk gewoon een aantal vlakken onder elkaar. Even kijken, dan hebben we hier die footer. Als iets gewoon 100% breed moet zijn, hoef je er eigenlijk geen breedte aan te geven. Want standaard, zoals ik al zei, is een divje 100% breed. Hoogte hoeft die footer trouwens ook niet te hebben. Dus we gaan eigenlijk meteen naar deze. Even kijken. Ah, misschien wel een achtergrondkleurtje. Dat is misschien wel fijn. Even kijken. Footer. Background color. Oh. Ik heb een verkeerde gepakt. Background. Color. Beetje paars. En even kijken. Deze. Wat is die? Deze. Het is 950 breed volgens mij. Het is net zo breed als... Ja, die moet 950 breed zijn volgens mij. Heel even spieken.
Hoe breed mijn kolom is. Ja, nee, 150 breed. Dus daar zou ik dan maar aan houden. Even kijken, 950 breed. En hoe hoog wordt die? Dat is de vraag. Even kijken, dat is dan 2 uur. Nee, 74. Achtergrond, kleurtje, background, color. Beetje geel. Nee, limoengroen of zo was dat. Even kijken naar de navigatie. Nu de footernavigatie even meten. Even kijken. Zo. 230 bij 117. Bij 117. Even checken. Ja. Background color. Oh. En even kijken, wat moeten we nou? NOE-gegevens, dus deze. 3.11. Bij 117 ook. Zo, en dan de laatste nog, Google Maps, even kijken, hoe breed is dat ding, even kijken, 390 bij 200, 390 pixels bij 200 pixels, en een background color, color. Oké, dus als we dit nou hebben allemaal opgeslagen en we gaan previewen, even wachten. Je kunt even als je de browser wil opstarten. Ik had even de browser afgesloten. Lou, nog een keer. Hij is nog aan het opstarten. Dus ik heb eigenlijk alle divjes heb ik nou breedte en hoogte gegeven en een kleurtje. Er staat een tekst in. En hij begint nou de pagina in te laden. Ik zal even die andere sluiten, die tapjes, het gaan en laat die misschien wat sneller in. Zo, wat hebben we nu? Eigenlijk hebben we nu eigenlijk een hele hoop blokjes onder elkaar. En dat is eigenlijk heel logisch, omdat het standaard eigenschap van een divje is gewoon dat die niks naast zich wil hebben staan. En alles is links gelijnd en daar gaan we dus nu verandering in brengen. Omdat we om al die dingen heen een container hebben gezet. Maar die container hebben we nog geen echte breedte en hoogte gegeven. Is het nu belangrijk om die even een breedte te geven. Dus geen hoogte. En de instructie dat hij dus eigenlijk in het midden uit moet gaan lijnen. Dus de breedte van eigenlijk alles waar alles in staat is 950 pixels breed. Dus in die container ga ik nou een breedte van 950 pixels breed maken. En de hoogte
daar ga ik niks aan doen, maar ik ga hem wel nog een achtergrondkleur geven. Even kijken, background color. Misschien lichtgrijs. En als we dus nu gaan kijken in onze browser, dan zie je dus die container. Alleen, hij is nog steeds niet in het midden uitgelijnd. En dat is dus het volgende wat we gaan doen. De paarse vlak is trouwens, wat je hier ziet, dat is die footer. Die footerdiff die heeft eigenlijk geen breedte gekregen, dus die gaat dan proberen automatisch 100% breed te zitten. Maar we willen eigenlijk dit ding in het midden uitgelijnd hebben, zoals ik het hier ook heb. En dat ik dan evenveel ruimte hier en hier heb. Dat gaan we eerst doen. En dat doen we eigenlijk door middel van een margin. En ik zal later nog even meer uitleg geven over de margin. Maar voor nu is het even belangrijk dat je gewoon weet van oké, margin om in het midden uit te lijnen. Gebruiken we het volgende, margin 0 pixels en dan auto. Ik zal later nog op deze tutorial nog even terugkomen wat nou precies margin doet en hoe het precies werkt. Maar voor nu is dit even genoeg informatie om te weten dat dit ervoor zorgt dat die in het midden uitgelijnd is. Dus als we nu gaan kijken, zie je dus ook dat alles midden is uitgelijnd. Echter is het nog zo dat al die vlakjes wat in die container staan, onder elkaar staan. En dat is dus het volgende wat we gaan doen. We gaan dus zorgen dat deze vlakken naast elkaar komen te staan. En om dat principe uit te leggen, kan ik het beste eigenlijk een voorbeeld pakken wat misschien wel logisch klinkt. Dus ik ga nu eventjes Photoshop erbij pakken.